Limburg staat bekend om zijn streekproducten. Voor de eigen inwoners om mee te koken, maar ook voor de toeristen om bijvoorbeeld mee te nemen. Dit programma draait hierom. Wij gaan streekproeven. Hey Nancy. Zit jij hier in het gras? Ja, heerlijk in het zonnetje wel. Ja. Want je gaat dadelijk ook weer lekker de natuur in. Je gaat met Robert Putz op pad. Dat is de jager hier in het Heuveland. Hij jaagt onder andere het Veilerbos en het Onderste Bos. Dus daar ga je een dag mee lopen. Dus neem wat lekkers mee, want het wordt een knaller van een aflevering, denk ik. Oké, nou spannend. Veel plezier. Ja, dank je. Tot straks. Tot strakjes. Doe mijn groetjes. Ja. Hallo. Hallo, Robert. Nancy, hoi. Hi. Jager, waarom jager? Ja, jager eigenlijk van kind af aan. Ik ben opgegroeid in het Veilerbos uit natuurliefde. Mm-hmm. Natuurlijk, jager is niet alleen voor mij, niet alleen schieten, maar ook de beleving van het bos, de dieren, 's avonds, 's nachts is gewoon, ik vind dat fantastisch, dat kan ik verder ook, ja. Ja. Dat is eigenlijk ja, gewoon een natuurliefhebber met een geweer. Ja, en doe je het veel? Dagelijks? Of ja, twee, drie keer de week ga ik op jacht. Nu is de tijd van de reebok afgelopen. Ja, die waren dan heel actief in deze tijd van het jaar. En wilde zwijnen bejaag ik 's nachts eigenlijk altijd. Ja. Want zoals je nu ziet. Als we dadelijk hier even naar beneden lopen, kun je de maaien zien staan. En het wordt van ons jagers ook verlangd dat wij de boeren helpen bij het afschieten van wilde zwijnen, wat enorm veel schade maken in de maaien. Ja. Dus ik als natuurliefhebber krijg de kans om de boeren te helpen bij de bestrijding van de wilde zwijnen. Er zijn dus heel veel wilde zwijnen. Je hoort ook wel eens dat men net wil dat die worden afgeschoten, omdat ze er te veel zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hier in Zuid-Limburg, waar wij ons nu bevinden, hier in het zuiden, het hele puntje zuiden, is er van de provincie is er een nul optie. Dus dat wil zeggen dat ze het liefst helemaal geen zwijnen hebben hier. Mm-hmm. En die doen heel veel schade aan de maïs, dus de boerengewassen. Dat loopt echt zelfs hier in. Zeg maar in het puntje, Gulpenwittem, Margeraten, Vals, loopt eigenlijk al in de duizenden euro's. En daarom helpen wij de boeren dan ook bij het afschieten van wilde zwijnen. Dus er zijn er te veel, die mogen het hele jaar worden geschoten. Maar er zijn ook dieren wat een bepaald seizoen alleen geschoten mogen worden. Uiteraard. Reeën, dat gaat via een ontheffing van de provincie. En dat heeft ieder. Ree. Dus de reebok en de reegeit die hebben afzonderlijke openingstijden per jaar. Ja. En als je bijvoorbeeld spreekt over hazen, dat is vanaf 15 oktober tot einde januari. Dat is echt de herfst-wintertijd dat we bijvoorbeeld een haas of een fazant of een wilde eend oogsten. Ja, maar zijn die er ook te veel? Of wat is de reden waarom nee, die af? Nee, dat is eigenlijk puur voor een haas, een keer een haas schieten. Ook niet de massa, maar gewoon een haas die schieten wij voor de kerst. De kersthaas voor thuis in de pot of in een restaurant. Met vrienden op te eten is gewoon lekker nee. Ja, en klopt dat ook maar een bepaald aantal mag zijn? De haas? Ja. Nee, de haas die mag je als jager, dus de jachthouder wat een bepaald gebied beheert, mag je vrijelijk beschikken in die 3 maanden van het jaar over hoeveel hazen dat je schiet. Iedere jager in zijn gebied natuurlijk zorgt dat er altijd een goede bestand is van hazen. Dus je gaat geen 10 hazen schieten als je er maar 10 ziet. Ja. Dus dan pak je er 1 of 2 en dan stop je, want je moet zorgen ook voor de jaren daarna dat je een mooie hazenpopulatie houdt. Dat het blijft, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ook wat tegenstand tegen de jacht. Wat wil je daarover zeggen, tegen de mensen die daar zo tegen zijn? Van ons mag natuurlijk iedereen zijn
mening hebben en ook vrije meningsuiting. Het is alleen, verdiep je ergens in voordat je ergens een mening over vormt. Ja. Kijk naar beide partijen, de tegenstand en praat een keer met jagers, want wij doen enkel niet alleen jagen. Dit schieten, dat is 2-3 keer per jaar, maar we zijn dagelijks in de weer om de natuur te helpen. Ja. De dieren een goede dekking te verzorgen, we planten ook dingen wat mogen. Ja. We voederen bijvoorbeeld voedergewassen, planten we. We planten struiken voor dekking, zoals patrijzen, heggen. Ja. Wat de patrijzen staan nu weer in het zuiden is aan het ontwikkelen. Ja. Zoiets doen wij allemaal, dus het is niet enkel dat. Maar als je met de meeste mensen praat, wat er geen verstand van hebben of echt anti-jacht zijn, na een goed gesprek vinden we elkaar wel, meestal in het midden. Dus dat toch wel. Of je hebt natuurlijk radicalen, maar ja, oké, die krijg ik dan niet overtuigd. Nee. Maar als je dat gesprek ook doet met een lekker stukje wildzwijn of ree erbij. Ja, dan misschien wel. Ja, ik ben wel eens heel benieuwd hoe het gaat. Ik zie hier al een geweer klaar liggen. Ja, dus, ja dat is dus een gewoon kogelgeweer met een richtkijker. Ja. En daar zitten bepaalde kogels op. En die moeten een bepaalde kracht hebben. Ja. Om een wildzwijn mee te schieten of een ree, zodat het ook meteen dodelijk is. Ja. Die moeten eigenlijk zo min mogelijk leiden van het schot meekrijgen. Ja, dat is, ze inderdaad niet liggen te lijden, maar ja, dat het gewoon precies gelijk doet. Hè. Dus die lopen eigenlijk zonder stress buiten. Ja. En dan in één keer is het klap en dan is het weg. Ja. En wat doen jullie met met de zieke dieren? Laat ik vooropstellen dat er vrij weinig zieke dieren zijn. Mm-hmm. De natuur, als wij ze goed verzorgen, wat wij als jager doen, hetzelfde toen er vroeger roofwild was, vos of wolf en beer, en de zieke eruit pakken, dat proberen wij ook. Dan kom maar mee, Nancy, gaan we eens kijken. Super, mag jij dankjewel eens kijken of je wat of ik wat ziet? Zie. Gaan is we goed eens onderzoek uit. Ja, Robert, loop je door het bos als je bent aan het jagen of hoe gaat het in zijn werk? Nee, meestal jagen wij vanaf ladders, hoge ladders en bomen. Of vanaf hoog zitten, waar je dan rustig zit en wacht totdat een ree of het wildzwijn waar je die avond of nacht voor gaat, dat je die voorbij komen. Dan kun je zo ze ook rustig goed bekijken wat het voor een dier is, welkt. En ook een goed schot proberen te plegen. Dus je neemt eerst de rust en je kijkt heel goed en dan pas schiet je eigenlijk. Ja. Dus we gaan nu naar een hoog zitten. Ja, waar gaan we nu heen? We zijn nu bijna bij de hoogzet. Maar we moeten nu stil zijn, mensen. Want we gaan op dieren, ook al is dat moeilijk voor dames, maar we gaan op dieren jagen. Dus nu is het wachten, Robert. Ja, nu moeten we wachten totdat er een ree voorbij komt wat we graag willen schieten of een wildzwijn. Ja. Hier zitten wij dus uren, vaak tot midden in de nacht, 2-3 uur. Voor hier aan de maaiers komen die wilde zwijnen uit het bos en willen naar de maaiers in en misschien zien we ze dan en kunnen we erheen. Ja. Ja. Oké. Maar de meeste is geduld. Is dat niet saai? Nee, kijk eens hoe mooi het hier is. Ja, maar ik geniet van de natuur, van de rust. Heerlijk, heerlijk. Ontspannen eigenlijk. Ja. Totdat er eigenlijk iets voorbij komt. Dan wordt het actie. Ja. Kijk eens. Kom je. Yeah.
Robert, niet iedereen kan zomaar een geweer nemen en gaan schieten. Hoe zit dat precies? Allereerst moet je een jagerakte halen. Dat bestaat uit een cursus, uit twee delen, theorie en praktijk. Mm-hmm. Praktijk gaat aan schieten en de kunde van een geweer en hoe je moet schieten, kogel van. Dan, als je de jagerakte behaald hebt, dan moet je dus bijvoorbeeld proberen dat iemand je meeneemt als gast, gastjager. Of je kunt, zoals in dit geval, de weilanden huren van de boer of de gemeente of van het staatsbosbeheer. Die geven je dan een toestemming dat jij daar op mag jagen. Ja. En dan als derde moet je nog de ontheffing van de provincie krijgen. Dat wil zeggen dat je op het wild mag schieten. Ja. Maar kan in principe iedereen dat halen? Of mag of is het zo, niet zo dat je een strafblad, als je dat hebt, mag dat dan niet? Nee, ik begrijp je vraag. Iedere Nederlander mag een jagerakte halen. Alleen als jij een straf, genoteerd staat, dus dat je iets gedaan hebt wat niet mag, zal de politie je geen akte uitreiken. Je kunt dan wel de diploma halen, maar ze gaan niet over tot verlening van de akte omdat je genoteerd staat als crimineel of iets. Ja. Dat is wel heel goed eigenlijk, heel beschermd. Ik zou ook niet willen dat iedereen in Nederland met een geweer mag gewoon lopen. Nee. Daar was ik helemaal geen voorstander van. En je moet je natuurlijk goed blijven gedragen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is waar, ja, dat hoort er ook bij. Ja. Ja. Dus dit zwijn is dus 3 dagen geleden geschoten en de darmen zijn er al uitgehaald. Het is geheel leeg. De ingewanden worden als eerste meteen, als het geschoten is, gaan er meteen de ingewanden uit. En dan kijken wij jagers, dus de schutter wat hem schiet. Wij kijken die ingewanden na. Daar heb je een cursus voor. En dat vullen wij, als dat oké is, vullen wij dat op dit papier in. Ja. Dan heb je 2 gedeeltes, dat is een verklaring. Hoe gedroeg het zich toen het leefde? Was het niet aan het hinken of was je niet op omkiepen? Nee, hij gedroeg zich gezond. Prima, vul je dit aan. Handtekening eronder. Dan krijg je deel 2. Dan snijden we hem open. Dan gaan de ingewanden eruit. Dus de darmen, maar ook hart, long, lever, nier. Die controleren wij. Lever bijvoorbeeld of er geen leverbot in zit. Dus van die dikke vlekken erom of weet ik wat. Is dat goed? Tekenen wij dat af? Bellen we naar de provincie. Dan komt een keurmeester van de provincie. Kouters heet die lieve man. Die komt dus binnen 24 uur dat zwijn keuren. Mm-hmm. Dan krijgen we dit nummertje. Ja. Hier. En dat schrijven we dan hier weer op. En dus is het hele zwijn is terugtraceerbaar. Van waar het komt, hoe laat het geschoten is, wie het geschoten heeft. Ja. Dus eigenlijk alles precies kun je terugvervolgen van oorsprong tot bocht. Ja. En dat is ook net wat wij proberen te doen hier. Het geschoten wild verkopen wij met kuisters hier onder Heuveland wild. Mm-hmm. Dus het wordt in het Heuveland geschoten, geslacht, gegeten. Ja. En dat vinden wij dus eigenlijk... Een echt Limburgs product dus. Ja. Dat de mensen gewoon echt weten van oké, ik heb eerlijk vlees op mijn bord en daar komt het vandaan. Ja. Dus de slager gaat nu hiermee verder? Hij gaat hiermee verder en gaat het uit het veld doen. Oké, nou dan gaan we dat eens even bekijken. Goed. Hoe leuk zit je mee? Ja. Roel, het varken is gebracht. Wat gaat er nu allemaal mee gebeuren? Dus inmiddels heeft Robert en de keuring eerst keurig gedaan. Wij doen dan op donderdag laten wij hem keuren door de VWA, NVWA. Ja. Van tevoren doen wij dan de huid onthuiden. Ja. Zodat hij dan mooi op donderdag gekeurd kan worden. Ja, dus nu wordt eigenlijk alleen de huid ervoor gedaan. Alleen de huid, ja. Dus als hij gekeurd is, wat gebeurt er dan mee? Dan donderdag wordt dan door de NVWA gekeurd. Mm-hmm. Dan kunnen wij hem verder verwerken. Dus we zeggen uitwenen, de stukken gewoon per deel apart houden en vacuumeren. Ja. En vervolgens doen wij hem dan eerst even laten afsterven in de vacuüm.
En dan kunnen we verkopen aan de klanten of even opslaan voor latere verkoop. Ja. En wat wordt hier allemaal meegemaakt met dit stuk? Dus, je hebt bijvoorbeeld de zwijnbout, zwijnrugfilet. Dat je deed is dan meer voor de stoofpot of voor worst te maken. Mm-hmm. We maken ook voor een wild zwijn hammetje, gerookt in onze eigen worstmakerij. En wij verkopen dat aan de klanten, aan een stuk of geportioneerd, zoals de klanten eigenlijk zelf willen. Ja, ja. En is hier veel vraag naar? In het wildseizoen natuurlijk heel veel vraag. Mm-hmm. Maar in de zomermaanden, omdat het wildzwijn het hele jaar geschoten wordt, mm-hmm. Proberen wij de zomermaandverkoop iets meer te promoten. Mensen menen altijd dat het van oktober tot januari is het wildseizoen, maar men kan nu dus ook al dit vlees halen. Ja, de restaurants, qua restaurants kopen het zelfs al, maar ook voor de zomerbarbecue. Dat je gewoon een lekker stukje van de wildzwijn, normaal de winter krijgt, in de zomer op de barbecue kunt bereiden. Ja. Dat is ook het heerlijke scharrelproductje wat je had kunnen... Ja, het ziet er ook heel wat anders weer in, ribjes van het wildzwijn op de barbecue. Dat is eigenlijk een heel ander product, maar wel heel lekker. En dat ze mensen proberen dat ze verkocht zijn ervan. Dus dat is, Ja, Roel, het vel is nu dadelijk over. Wordt daar ook nog iets mee gedaan? Ja, het wordt ook morgen opgehaald, samen met alle... vellen van onze runderen wat geslacht worden op donderdag. Ja. En dan wordt het opgehaald en dan gezouten. Dus helemaal gedroogd, al water eruit is. Ja. En dan worden ze getransporteerd naar Italië, waar de verdere leerloderij plaatsvindt. Oké, dus dat wordt ook, dus dat wordt ook nog gebruikt? Ja, wordt niet weggegooid. Eigenlijk alles van het zwijn wordt gebruikt. De beenderen wordt verkocht als wildbeender of de vorm van gemaakt of bouillon. Ja. De wangetjes, voor de wildzwijnwangetjes, alleen echt het hoofd met hersenen wordt dan verwijderd bij categorie 3 afval. Goed, Robert, heel erg bedankt voor de uitleg. Ja, waar men het vlees kan krijgen, dat hebben we net al allemaal gehoord. En heel erg bedankt. Graag gedaan. Genoegen was aan onze kant. En bij deze willen we jullie een stuk wildzwijn uit het Heuveland aanbieden. Misschien doen we wat leuks mee. Ja, daar gaan we zeker wat mee doen. Laat het je smaken. Ja, normaal proef ik altijd op het einde, maar dat ga ik nu nog even niet doen. Dat wil ik eerst even goed bereid. Dat zou ook doen. Een lekkere saus erbij. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Adieu. Ja. Wow, kijk eens wat je. Dat ziet er lekker uit. Nou, dat was een wild varken. Dat heb je mooi gevangen met Robert. Ja. Leuk. Nou, dan hebben we denk ik alle ingrediënten weer bij elkaar voor ons nieuwe kookprogrammetje. Ja. En, gaan we weer doen, hè? Nou, bent u benieuwd wat we volgende keer gaan maken? Kijk dan weer naar een nieuwe aflevering van Streekproeven.